Karim Bagar, ja, als je dit op voorhand had gezegd, dan hadden ze je gek verklaard, denk ik. Dergelijke uitslag. De Supercup pakken in het Hol van de Leeuw. Uiteraard. We hebben heel hard gewerkt in de voorbereiding. We hebben vandaag moeten spelen tegen een heel sterke ploeg. Maar ik denk dat de uitslag denk ik wel verdiend is. Wetende dat we met een heel jonge ploeg zitten. Heel wat jongens zonder ervaring op het hoogste niveau. Maar zoals ik heb gezegd, we hebben ons veel heel duur verkocht. En ik denk dat we vandaag mogen fier zijn. En ik ben heel fier op mijn groep en dat die zo'n prestatie hebben geleverd. Het mooiste van al is misschien dat het verdiend was. Volgens mij was het verdiend. Ik denk als je tegen zo'n team speelt en je wordt niet weggespeeld, dat was vooral het belangrijkste. En ik denk dat wij ook heel wat kansen hebben gecreëerd, zij ook. Maar ik denk dat wij vandaag toch verdiend aan het langste eind hebben getrokken. Nu, dat wil niet zeggen dat we nu op onze luieren mogen gaan zitten, want nu moeten we heel hard gaan werken, blijven werken en proberen naar het einde van het seizoen te werken. En, in ieder geval, het was een sportieve wedstrijd. Het was een mooie wedstrijd, een propaganda voor het zaalvoetbal. En ik hoop dat we nog heel veel wedstrijden zo kunnen meemaken in het zaalvoetbal. Tot slot mag ik zeggen dat de twee doelmannen toch wel een hoofdrol gespeeld hebben. Uiteraard, de twee doelmannen, dat heb je nodig in een topwedstrijd, dat die niveau halen. Dat was vandaag zo. En ik ben blij dat onze doelman vandaag ook niveau heeft gehaald. Maar ook die van Hallegooi. Ik heb toch op bepaalde momenten Hallegooi kreeg gehouden.